Hallo, ik ben Bert Rijbel, hoofddocent aan de faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent en groepsleider in het Centrum voor Plantensysteembiologie van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. In de groep doen we onderzoek naar de fundamentele controlemechanismen van celdelingsoriëntatie en proliferatie in planten. Met andere woorden trachten we te begrijpen hoe de plant bepaalt hoeveel delingen er optreden en in welke richting deze gebeuren. We bestuderen dit voornamelijk in het vaatweefsel van de plant, omdat hier veel van deze georiënteerde delingen optreden, die op hun beurt zorgen voor de productie van hout en biomassa. Verder zorgt het vaatweefsel voor zowel steun als transport van water, nutriënten en signaalmoleculen doorheen de plant. Ik wil de KVAB van harte bedanken voor de mooie erkenning van het harde werk en de mooie resultaten van de fantastische groep jonge, gemotiveerde wetenschappers hier achter mij. Maar ook om het plantenonderzoek in het algemeen in de aandacht te brengen. Met de snelle veranderingen van ons klimaat en de steeds duidelijkere impact die dit heeft op onze samenleving, zal het garanderen van onze voedselzekerheid een van de grote uitdagingen worden in de nabije toekomst. We hopen dan ook met ons onderzoek bij te kunnen dragen aan deze uitdagingen door op termijn het aantal en de soort vaatweefselcellen gericht te kunnen controleren en moduleren om bijvoorbeeld planten resistenter te maken aan periodes van droogte.